De Sallandse landschapstuin van de familie Naber ligt in de luwte van hoge eiken, terwijl vanuit het noordwesten het landschap binnenstroomt. Uitgangspunten voor het ontwerp van deze tuin waren de wens van de eigenaren en de ziel van deze plek. Bij de herinrichting is veel van de bestaande beplanting opnieuw gebruikt. De borders zijn eilanden, omringd door het vloeiend groen van het gras, en vormen een zorgvuldig gecomponeerde, rijk gedetailleerde eenheid van bloem, bes en blad. ...26 jaar geleden hebben we deze boerderij gekocht met weiland. Dat was eigenlijk de startsituatie. Wij wilden daar wel een tuin van maken. Het is groot genoeg daarvoor. En zijn op onze manier daarmee begonnen. Mooie dingen bij elkaar gezocht. En in de loop van de jaren was het een verzameling mooi. Maar wat ontbrak was eigenlijk samenhang. Het was een beetje onrustige hoeveelheid mooi. En toen hebben we Harry Pierik, tuinontwerper, erbij gevraagd om van al die dingen en ook andere dingen een samenhangend geheel te maken met een organischer vormgeving en dingen die veel meer logisch op elkaar aansloten. Dat was ongeveer 10 jaar geleden. Dus wat we nu als tuin hebben, heeft een groei van 10 jaar. En in die 10 jaar is vanuit dat ontwerp steeds verder gewerkt met de samenhang. En wat er nu is, is een tuin die naar ons gevoel dat inderdaad inzicht heeft. Frank is degene die het gras maait, de heggen knipt en de moestuin onderhoudt. Al het grove, het zware werk. Ik ben degene die de borders onderhoudt. En dat onderhouden van de borders, dat houdt voornamelijk in zorgen dat planten elkaar niet overwoekeren. Dus heel veel knippen, zeker in het voorjaar. Dan begin ik met die 2 grote borders op te knippen. Dat het in de loop van het seizoen een mooie oplopende border wordt en het niet vooraan ook zo hoog is. Nou, ik vind de rol van het landschap in de tuin, sowieso in de tuin, vind ik heel erg belangrijk. Maar zeker in zo'n tuin waar aan de ene kant bos en aan de andere kant weiland ligt, vind ik dat je ook een overloop van de tuin moet krijgen van bosborders naar ruime, weidse borders. En ik heb het idee dat dat hier heel goed uitkomt. Wij voelen ons ontzettend thuis op deze plek. En dat is gegroeid in de loop van de jaren. Maar zeker in de huidige vorm en ligging
ten opzichte van het omringende landschap, is het een tuin die eigenlijk in elk seizoen het gevoel oproept van ja, dit is logisch, hier voel je je goed bij. Het begint al heel vroeg in het jaar en dat bouwt zich op. Borders gaan zich vullen en in deze tijd van het jaar, wanneer een heleboel tuinen al wat beginnen af te takelen, om het zo maar te zeggen, zie je dat deze tuin nog steeds dat genoegen en die intense beleving kan opleveren. Wat de bedoeling ook is van een tuin, je er thuis voelen en het is een hele logische plek.